De ketel was 2,5 meter hoog en 25 meter lang. Zo stelde de Rijkspolitie aan de grens bij Nijmegen vast. Verder woog hij 25.000 kilo, zodat hij dan ook niet recht toe recht aan, dat wil zeggen over de gewone weg, naar Vuren bij Gorkum kon komen. Dat moest gebeuren via een speciaal uitgezochte route. Bij een ongeluk immers zou het gevaarte al gauw een heksenketel kunnen worden. De chauffeur stond voor niets en hij reed alsof dit dagelijks werk voor hem was. In een behoorlijk gangetje rolde het hele transport, met de aanhangwagen was het 40 ton in totaal, naar een kalkzandsteenfabriek die de ketel in Duitsland had laten maken omdat men ze in Holland niet zo groot fabriceert. Zonder strubbelingen arriveerde de stalen reus ten slotte in Vuren, waar hij nog een helling moest nemen voordat hij bij de kalkzandstenen kwam die er voortaan in gehard zullen worden.